Hallo kijkers van Trumpje 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Far Cry 2. Yeah, jongens, vandaag gaan wij naar de groene kast toe om, de rode pompen te kapot te maken. En voor mensen die het niet weten, de vorige keer hebben we een gif opgehaald die Flora gaat uitgooien met een vliegtuig boven die kasten. Zoals de mission detail zegt, I got the deal for Liant and gave it to Flora Killen. Who's gonna load it onto the crop dusker at the airstrip and drop it on the APS cover? Now to head for the greenhouses to destroy the interrogation system. Dat was dus in het kort de samenvatting van de game. Van wat wij nu gaan doen. Mijn samenvatting is, we gaan naar de greenhouses en we gaan hopen dat we niet doodgaan. Want de greenhouses zijn levensgevaarlijk. Die zijn echt levensgevaarlijk. Heel gevaarlijk. Maar dat maakt niet uit. Als we dit goed kunnen doen, dan kunnen we snel gaan reizen. Maar aan de andere kant, waarom is het nodig? Waarom zouden we snel gaan reizen? Dus, ondertussen dat we daar naartoe rijden, naar de greenhouses, moeten we even bedenken of we gaan snel reizen of niet. Op zich heeft het geen nut. Op zich kunnen we dus in één keer doorrijden. En hopen dat we trouwens geen guardposters meer ondertussen tegenkomen. Maar dat vertraagt ons alleen maar. Oké. We kunnen vanaf Mokuba naar boven. Maar ik weet niet of dat zo handig is. Dus ik denk dat we gewoon vanaf de rechterkant omhoog gaan. Ik denk dat dat het beste is. Oké, dan gaan we dat doen. Dan moeten we naar beneden. En dan moeten we eerst langs dit kamp. Dit guardpostje. En dan moeten we nog een langs het guardpostje. En dan zijn we het kaartstukje boven. Er komen mensen achter me aan. Er komen mensen achter ons aan. Dat is niet best. Maar als we ze af kunnen schudden is het wel goed. Ik ben alleen bang dat onze jeep het op een gegeven moment gaat begeven. En dat is niet zo best. Ja, die zit vast op een steen. Oh god. Komt die nog steeds achter me aan? Ik weet niet. Ik moet trouwens ook mijn ogen focussen op de weg. Oh god, dit kan met kogels. Dat gaat ons zometeen wel ons wagen goed beschadigen. Dus laten we hopen dat we hier een beetje heel doorheen kunnen komen. Hoppakee, aangereden. Onze auto begeeft het. Precies wat ik gewoon hoop dat dat niet zou gebeuren, is gebeurd. Oh. Ik zie ergens... Ik voel een sniper. Maar ik weet niet waar het zit. Oh, hier hebben we op dit moment... Ik heb je geraakt, gozer. Oh. Ondertussen hebben ze daar een fikkie. Heb je healen? Ondertussen staat daar een heleboel in de fik. Kom op! Reload nou even niet. En waar is die gozer? Ik weet niet waar die is. Maar het maakt mij op zich ook niet heel veel uit. Als we gewoon deze auto pakken, zijn we zo goed als weg. Dus ja. Ik kan die gozer daar wel even allemaal feest gaan vieren. Maar het staat er toch in de fik. Dus hij moet er vanzelf uit cover gaan vluchten. Nou, dat deed niet eens zo heel veel damage. Viel wel mee. Oké, de greenhouses zijn zometeen in dat volgende kaartstukje. Die zijn dan ergens in het midden. Dus als we... Oh, dat werkt wel. Als we de rechterkant pakken. Als we hier naar rechts gaan. Dan hebben we hem op zich te pakken.
Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik langs deze weg ben gegaan. Ja, deze helemaal niet. Want dat is mijn safe house. Nee, maar ik bedoel meer deze weg. Deze. Ik weet wel dat het konvooi hier overheen gegaan is, maar over zijn wij hier overheen gegaan. Ja, wacht even. Deze schiet ik wel even kapot. Ja, dat werkt ook. Knap dat hij nog leefde. Het is trouwens mistig hier. Ik had niet verwacht dat het hier heel erg mistig kon worden. Oh. Ja, dat werkt ook. Laten we even saven. Voor het geval dat. En waarom is die zo mistig? Komt dat door dat gif? Want volgens mij was het nooit mistig hier. Maar ik ben ook volgens mij nooit over dit pad heen gereden. Dus. Ondertussen space die dode lijk daar onder die. Of glitch die. Glitch die dode lijk daar onder die wagen. Oh, dat is alweer opgelost. Oké. Okay. Laten we nu even saven, want anders moeten we zometeen weer die auto repareren. Oké. Okay. Mooi gesaved. En nu kijken. Het is heel erg mistig hier. We hebben misschien dat gif al neergegooid. Maar ik weet nog steeds niet of het handig is. Als we gewoon hier een bergopening kunnen vinden. Mooi. Het heeft wel echt een, hopelijk een klusje van erin en eruit. Maar het is zo mistig hier. En het zou best wel eens kunnen komen trouwens door die hele mooie geweldige gif die we hebben gegeven aan Flora. Maar ik hoop dat het niet waar is. Ik hoop dat het gewoon even tijdelijk een effect is. Gewoon even van het weer. In plaats van dat het gaat regenen. Dat eventjes gaat misten. Dat kan. Want zo zie je heel weinig. Tenminste, ik zie zo heel weinig. Er is maar één manier om dit te doen. Met al dit mist. En dat is gewoon naar binnen gaan. Oké, okay, die is uitgeschakeld. Die plantjes zijn er nog. Alleen het stormt. We zijn er bijna. Hier is niemand. Holy damn. We worden aangevallen. Oké, okay, achter, hier. Die is uitgeschakeld. Zo'n sniper is dan echt zo handig, hè? Waar? Ze kunnen gewoon zo goed coveren hier, hè? Maar ik dacht dat we dat probleem hadden opgelost. Nou, waarschijnlijk nog niet. Oeh, bijna. Die was zo goed als dood. Hier kan het ook hoor. Dat is het probleem niet. Gewoon goed kijken. Volgens mij hoor ik een sniper. Ah, die probeerde achter me te komen. Holy damn!
Ja, die is neer. Die ook. Reload de boel even. Waar staat die ander? Er stond er nog een. Nou, dat was raar. Maar die bosjes staan er nog steeds. Waar? Ik weet niet waar. Oké. Okay. Dit werkt. Hm. Er is iemand met een shotgun. Waar is die gozer? Gewoon een granaatje op. Wat is dat? Ik weet niet wat dat is, maar ik ben even weg. Het was waarschijnlijk een flare. Het kan betekenen dat ze reinforcements hebben gezocht. Als het ook echt een flare was, hadden ze best reinforcements kunnen regelen. Hoe zit het trouwens met kogels? Die zitten hier precies mooi binnen. Yep, vangen! Nou, die is neer. We hebben nog maar 4 kogels. Dus, kogels, waar? Ik hoor van alles, maar ik zie geen ene kogel. Hier staat er iemand. Hoppakee. Mooi, ik hoor nog snipers en zo. Maar wat ik natuurlijk zoek... zijn die kogels, kijk eens aan, hoppakee. Dat zocht ik. Oh, en dit is op zich ook nog wel handig, zo'n flesje water. Oké, en nu gaan we op zoek naar waar die dingen nou eigenlijk te vinden zijn. En volgens mij zitten ze hier. Zijn dit ze? Ja, het zou op zich best kunnen. Kunnen we eruit vluchten? Ja. Laten we ook even afstand nemen. Volgens mij gaat het springen. Oké, ja, zeg maar. You did it, didn't you? I can see it from here. Hey, listen, stay out from under my plane. You don't want to get this on you. I'm making my run now. Oké. Moeten we wegvluchten? Oké, wegwijzen hier. Oké, wat moeten we nu doen? Destroy the red pumps, dat is gelukt of niet? Ik weet niet. Hoppakee, safe house upgraded. Zeg maar. Oké, save game. Oké, they shot you down. Dan moet ik zo snel mogelijk naar je toe. Oké, allereerst even deze uitschakelen. Oké, andere jeep pakken. Want we moeten haar helpen. Waar is ze? Rechtdoor. De jeeps komen niet achter me aan, dus dat is goed. Hier is ze.
Waar hem precies is aan? Want het is donker. Jij gaat neer. Ze is gewond. We moeten haar redden. Heal. En anders moeten we gewoon weer opnieuw proberen. Leef je nog? Oké. Lukt het? Leef je nog? Nope. Mooi. Dan, we hebben tenminste gesaved. Dus we kunnen gewoon letterlijk vanaf dat punt waar we net waren, in één keer helemaal door gaan rijden. Dan stoppen we ook niet voor die wagens. We rijden gewoon door. Gewoon doorrijden. Want we moeten Flora beschermen. Oké. Kom op. Rennen. Waar is Flora? Oké, waar is zij? Daar is Flora. Flora, hoeveel zijn er nog? Hey, hey, this way. Stay low and keep moving. Ja, hoeveel zijn er nog? Hoppakee, mission completed. En ze leeft nog? Ze leeft nog. I'm gonna do some scavenging here. I'll meet up with you later. Oké, mooi. Dat betekent dus, yup, ze is alive. Dat is heel mooi. En wat gaan we de volgende keer doen? Dat is een hele goede vraag. De volgende keer... Oh, gaan we naar die underground locations toe om medicijn te halen waarschijnlijk. Maar jongens, dat doen wij de volgende keer. Want voor vandaag ga ik zeggen, kijk eens even duimpje omhoog. Heb naar mijn heldkanaal mee. Abonneer als je nog niet gaat leren. Het was vandaag heel erg mistig. Het was vandaag heel erg stormig. We zijn Flora weer een keer bijna kwijtgeraakt. In ieder geval jongens... we zitten over de tijd heen. Of nou ja, niet heel veel. Dus kijk eens, ik ga tegen jullie zeggen, kijk eens even duimpje omhoog. Want met mij helpt het kanaal mee. Abonneer je nog niet zo meneer. Wat het voor mij nog maar één zeggen. En dat is, hoor ik een vliegtuig? Ik heb dat trouwens niet eens in een vliegtuig gezien. Dat was omdat ik te druk de tijd... Omdat ik heel snel weg moest. Naar het gebied. Als jullie haar hebben gezien, zeg dan even in de comments. In ieder geval, deze gozer gaan we met zijn wapen spelen. Dus ik ga tegen jullie zeggen, doei!